Welkom bij Til aan tafel. Vandaag gaan we in gesprek met Emmy Nuijen van Stichting Bol. En natuurlijk komen de kritische vrienden voorbij. Emmy, welkom. Dankjewel. Gezellig dat je er bent. Stichting Bol, die gaan iets heel moois organiseren. Ja. En dat is Tour de Waal. Tour de Waal, ja, dat klopt. En dat gaat plaatsvinden op 5 mei. Nou, 5 mei, bevrijdingsdag. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat is Tour de Waal? Ja, wat is Tour de Waal? Dat is een... ik zal eerst even uitleggen, Stichting Bol. Dat klinkt misschien een beetje gek. Het beeld van oranje linten. Daar is het mee begonnen 4 jaar geleden. Een groot waalproject eigenlijk, waarbij de beide oevers verbonden werden met een oranje lint. Prachtig. Prachtig. En we blijven eigenlijk de jaren daarna, dit jaar dus het 4e jaar, die beide oevers verbinden. Dus het is echt een waalproject, een vrijheidsevenement langs de Waal, verschillende plekken. Van Loevestein tot dit jaar Tiel erbij. Het is een Tour de Waal fietstocht. Dus er zijn allemaal rondjes, extra pontjes. Ja. En allerlei bijzondere dingen onderweg. Er zijn een paar klappers. Er komt onder andere een parachutist landen op de Waalkade in Tiel. Oh, geweldig. Echt aan de Waal hier in Tiel? Ja, ja, ja. Vlak bij het pontje. Ja. Dus het eigenlijk is het pontje, eigenlijk het terrein naast het pontje. De Waalplaat, dat is het feestterrein voor dit Waalevenement. En er worden ook broodjes gedropt. Dat gaat ook in Tiel gebeuren, want er komt natuurlijk een enorme route aan. Ja, dat is een hele route, ja. Dus ja? Er is een vliegtuig, die vliegt over die Waal. En daar worden op verschillende plekken die broodjes gedropt, onder andere ook in Zennewijnen. Oh, wat geweldig. Ja, ja. Ja. En het is bedacht door een kunstenares, dit project. Dus het zijn nogal kunstzinnige dingen ook. Er komen dichters. Er zijn dit jaar voor het eerst veldovens. Steenfabrieken. Veldovens? Ja. Dat klinkt heel ouderwets. Dat is ook heel ouderwets. Er worden natuurlijk al heel lang stenen gebakken hier langs de Waal. Van de klei. Zennewijnen, ja. Dat is een grote steenfabriek nog steeds in werking. Op het strand van Zennewijnen wordt zo'n oude veldoven gebakken. En daar worden kleikommetjes gebakken. De scholen die zijn al actief geweest met de kinderen om kommetjes te bakken afgelopen weken. En die worden dan op die dag afgebakken in die oven. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja, en die worden dan te koop aangeboden? Of hoe werkt dat? Wat daarmee gebeurt met die kommetjes? Nee, ze zijn gewoon voor de kinderen. En ze worden genoemd welkommetjes. Het is de dag van de vrijheid. Dit is ook een beetje gerelateerd aan vluchtelingen. Welkommetjes langs de Waal, dat verhaal zit er eigenlijk achter. En dit is ontstaan 4 jaar geleden, dit idee. Ja. En heeft natuurlijk alles te maken met Bevrijdingsdag. Mm-hmm. En hoe komt het zo dat jullie die Waal daarbij betrekken? Want er zijn natuurlijk ook dingen gebeurd ooit in de Tweede Wereldoorlog bij de Waal. Ja, nou, de Waal is toch iets van ons allemaal hier natuurlijk, waar we aan leven. Dus we vonden het mooi om die Waal eens centraal te stellen. En deze dagen zijn inderdaad ook wel bijzonder. Aan de Waal is veel gebeurd, zeg je al. Aan het eind van de oorlog was het eigenlijk het frontgebied. Het zuiden was al bevrijd. En hier in dit deel, de kant van Tiel, zeg maar. Dat was echt een grens, ja. Het was een grens. Dus er was heel veel gebeurd. Er zijn mensen dus door verzetstrijders overgebracht naar bevrijd gebied. Ja. En dat herdenken we ook die dag daarvoor, 4 mei. Dan maken we ook een wandeltocht om te herdenken die verzetstrijders, die Waalcrossers worden ze ook genoemd, die mensen overzetten met gevaar voor eigen leven. Het was de laatste oorlogswinter, het was steenkoud. In het donker werden dan mensen overgezet. Dus je ziet er nog iets van in Zennewijnen. Daar heb je een groot beeld dat eigenlijk boven de dijk uittorent van zo'n Waalcrosser. Daar wandelen we die dag naartoe en dan sluiten we vervolgens aan bij de dodenherdenking op Hemert. Ja, prachtig. Ja. Dus dat is eigenlijk ook wel heel mooi dat het allemaal in deze dagen samenvalt. Ja. Ja, ja, dat is wel wat eraan vooraf gaat aan de Dag van de Vrijheid, de Bevrijdingsdag. Absoluut. Ja. Die route, stel je voor dat je mee wil gaan fietsen. Ja. Hoe werkt dat? Iedereen kan mee fietsen die dat leuk vindt. Het is een gratis evenement, je kunt aansluiten waar je wilt. Dus je zegt, nou, daar bij die parachutisten, daar ga ik naartoe. En dan vanaf dat moment ga ik fietsen. Dan heb je daar een kaart voor? Of daar zijn kaarten met die rondjes. Er zijn op verschillende plekken langs de Waal, in horecagelegenheden en dergelijke, zijn er kaartjes met informatie. We hebben ook een website.
toerdewaal.nl. Toerdewaal.nl. Ja, daar kun je dus op zien wat er allemaal staat te gebeuren en waar het zich allemaal afspeelt. Maar eigenlijk moet je voorstellen het hele gebied van, nou, dit jaar voor het eerst Tiel er dus bij, tot aan Loevestein. Nou, daar kun je terecht en daar vindt van alles plaats. Ja. En op welk moment van de dag gaat dit gebeuren? Het is in de middag. Het is, ja. Zo 1:30 vinden de dropping van de broodjes plaats, zowel op de Waalkade als in Zennewijnen. Moet ik het goed zeggen, om 3:00 de parachutist hier in Tiel. Nou, als het goed is lees je er ook binnenkort over in de kranten en nou, zeker dus op de website. Ja, zeker de moeite waard om hier naartoe te gaan, om hier mee te gaan fietsen, lijkt mij. Nou, zeker. We hopen op een beetje mooi weer, dat zou natuurlijk wel heel erg fijn zijn. Ja. En mag ik jou hartelijk danken voor het vertellen hierover. En heel veel succes wensen met de verdere organisatie. En, dankjewel. Goed, wellicht tot de volgende keer. Dankjewel. En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden. 22 april, jongsleden, is een leuke voetbalwedstrijd tussen TEC en Spakenburg. Volledig uit de hand gelopen door een ontzettende knokpartij. Nou, aan tafel Astrid en Jan. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Hoe kan zoiets gebeuren? Heeft de politiek hier adequaat op gereageerd? Wat moet er gebeuren om dit soort dingen te voorkomen? Nou, in de eerste plaats wil ik zeggen, ik heb speciaal oranje aangetrokken. Want we zijn natuurlijk voor ons TEC in Tiel. Uiteraard. En het is duidelijk, de voorzitter heeft het ook gezegd. Spakenburg heeft al wat knokpartijtjes achter de rug. Dus ja, hier had adequaat op gehandeld moeten worden. En dat is helaas niet gebeurd door de partijen die het moesten doen. Ja, en dat is natuurlijk heel triest, want ja, Jan. Nou ja, het is ongelooflijk wat hier gebeurt. En dat is helaas niet alleen bij TEC. Je ziet het ook wat er nu gebeurt rond NEC in Nijmegen. Waar gewoon boze supporters hun verhaal gaan halen, waar dan ook, wat dan bij TEC wel gebeurd is, gebeurt dan in Nijmegen niet, het bestuur de verantwoordelijkheid neemt, maar een trainer naar voren schuift. Het belangrijk is om te weten van nou, wie is hier nu verantwoordelijk voor en hoe kun je dit soort dingen gewoon voorkomen in de toekomst. Ligt dat bij die stewards? En ik vond dat, nou, Pieter van den Burg had in het koetshuis daar een heel duidelijk verhaal over, nam de afstand van, hij zei van ja, die gasten hoeven we hier niet meer te hebben. En ik vind dat hij daar volkomen gelijk in heeft. Maar vaak is het zo dat de KNVB daar niet mee akkoord gaat. En dat de verenigingen daar gewoon toch te weinig zelf zeggenschap over hebben. Dus in feite moeten dat soort figuren moeten verbannen worden van uitwedstrijden. En daar moeten ook de verenigingen zelf de hand in kunnen hebben. Anders heb je de volgende keer precies hetzelfde gedonder. Dus gewoon echt op persoonlijke titel wel of niet binnenlaten. Zij weten donders goed wie er mee zijn gegaan naar deze wedstrijd. Die vereniging Spakenburg weet dat. Nou, dan moet je er gewoon voor zorgen dat dat soort gasten nooit meer ergens naar binnen kunnen. Ja. Als je op die manier misdraagt, dan ben je gewoon voor, laten we zo zeggen, voor een jaar gedisqualificeerd. Om zo te zeggen. En dan voel je het. Ja, precies. En ik denk ook dat KNVB hierin ook toch wel een grotere rol kan spelen. Die hebben gewoon min of meer geen thuis gegeven voor TSC, terwijl ze dat wel geprobeerd hebben. En nu kost het de gemeenschap gewoon veel geld. 20 agenten moesten ingrijpen. Daarnaast is de voetbalwedstrijd gewoon op een andere manier verlopen. Maar ik vind gewoon van nou, het is een amateurwedstrijd. En als hier al dit soort dingen gebeuren, dat betekent ook, als je dan ziet dat bijvoorbeeld bij NEC, maar ze doen dat een klein kind roept van papa, papa, wat ben je aan het doen? Dat is een filmpje dat gaat mij door merg en been. Ja, dan denk ik van nou, er is een vader, een volwassen man, die is daar volkomen ontspoord. En dan het kind zit daarbij. Ik denk, als ik dit soort dingen zie, dan reizen we de haren te bergen. En denk van nou, dat is gewoon sportverdwazing ten top. En dat moeten we niet willen. Het is toch inderdaad te erg dat mensen dus geweerd moeten worden. Maar ja, wellicht ook om zichzelf tegen zichzelf in de bescherming te houden. Niet alleen tegen zichzelf, vooral tegen anderen. Maar laten we wel even wel wezen, ik ben zelf ook diverse keren bij een TSC-wedstrijd geweest. En altijd naar volle tevredenheid en met een heel veilig gevoel. Dus laten we daar wel dat wel voorop stellen. Het zijn wel incidenten. Gelukkig. Het zijn incidenten en laat het alsjeblieft dan de laatste zijn geweest. Hè? Precies. Nou ja, de laatste zal het nooit geweest zijn. Dus, maar wees erop voorbereid. Wees als vereniging, leer ook van wat hier gebeurd is. En evalueer dat met de KNVB, ook met de overheid, plaatselijke overheid. Om te kijken van waar zijn hier mogelijk fouten gemaakt en hoe kunnen we dat naar de toekomst toe. Kunnen we het draaiboek klaar hebben liggen? Ja, en wat hier mogelijk is hier, is dat hier niet gebeurd. Hè, want men verwacht het in Tiel niet. Tiel is altijd gewoon een lekker rustig plaatsje. Maar dit soort dingen niet gebeuren. Nou, Tiel wordt gewoon nu geconfronteerd met een portie geweld.
En had daar op dat moment geen antwoord op. Nou, dan zul je daar wat mee moeten. Ja, nou, dat is inderdaad een hele mooie les voor hopelijk nooit een volgende keer. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Dit was Stil aan tafel voor deze week. En natuurlijk zijn wij er volgende week weer.